Goedenavond allemaal, ik zal me even voorstellen. Ik ben Daniel Eggebeen. Ik kom uit Veen, bij wijk in En uh, vond het vrij moeilijk om te getuigen, om weer terug te kijken in het verleden. Maar ik sta hier niet voor mezelf, ik sta hier om te getuigen hoe grootmachtig God we hebben. En een Heer die verlost en die geneest van je oude leven. Ik, ben, uh, ik zal vanaf het begin van beginnen en van tevoren wil ik erbij zeggen... Dat sommige dingen best heftig zijn in verband met mijn ouders. Ik ben mijn ouders zeer dankbaar en de Heer is zeer dankbaar dat ik in een gezin heb op mogen groeien met de Bijbel. Al was het geen makkelijk gezin, maar dit vermakkelijkt om een beetje te getuigen. Ik ben geboren in Woudrichem. Toen zijn we verhuisd naar Veen. Ik leefde in een gezin. We leefden in een reformatorisch gezin. We gingen naar de kerk, naar de Gergem. En mijn moeder was een vrijgelovige vrouw en mijn vader die honk er eigenlijk naast. En ik had vrij veel moeite met die man. Ik had veel ruzies thuis, weinig liefde. En al op jonge leeftijd eh, trok ik eigenlijk mijn eigen plan. Maar het ergste was dat ik heel veel haat kreeg naar mijn vader. En die haat die werd steeds erger. En die werd zo erg dat ik eigenlijk ook het huis uit wilde. En het enige wat ik te horen kreeg, dat is dat ik een nut was. En dan ging ik mij tegen verzetten. Dus die ademgevallen werd zo erg en op een gegeven moment was er voor mij maar één uitweg. Ik zeg, ik word matroos, dan kan ik thuis weg. En dan ben ik weg van hier thuis, dus zodoende ben ik gaan varen. Maar op de schip voelde ik mij ook al vrij eenzaam. Maar het bijzondere was dat ik bij een schipper terecht kwam, wat ik eigenlijk niet wist. Toen ik in een sluis naar boven liep. En terugkwam en op het dak van de hut keek en er stond een grote vlag. Er is hoop. Toch dacht oh ja. Dus daar kwam ik terecht. Die schipper was evangelisch. En op zondag mocht ik mee naar de evangelische gemeente in Antwerpen. En ik wou eigenlijk aan boord blijven, maar alleen is ook maar alleen. Dus ik dacht, laat ik meegaan. Dus ik kwam in een heel ander gezin terecht. als waar ik thuis eigenlijk gewend was om zondags te gaan naar de kerk. En ik vond het allemaal maar niks. Maar goed, zo verder gaande tot mijn 17e heb ik dat gedaan. En toen ben ik weer thuisgekomen, maar dat ging, al, dat ging al heel rap eigenlijk fout. Ook weer met mijn vader dan ben ik op jonge leeftijd ben ik vertrokken. Ik had al jong een huis gekocht. Ik ben richting Gelderland vertrokken. Ik dacht: dan ben ik ook weg hier uit heel deze regio. Want mijn haat naar de kerk werd zo groot. Omdat ik eigenlijk keek naar de mensen om me heen en niet naar mezelf keek. En op, de, op een gegeven moment had ik ook heel het geloof. had ik eigenlijk om zomaar duidelijk uit te leggen een schub gegeven. Ik zeg: hier wil ik nooit niks meer mee te maken hebben. Maar één ding kon ik in mijn leven nooit uitspreken: dat ik niks meer te waken kon hebben met God. Alleen ik leefde er niet voor. Ik gegeven door 18 jaar, 19 jaar, ik kocht een huis. Ik stapte het leven in. En wat ging ik doen? Ik ging mij bewijzen. Bewijzen aan mijn vader dat ik geen niks nut was. Ik pakte alles aan in mijn leven wat niet van de Heer was. En ik had niet in de gaten dat, dat ik een speelbal was van de duivel. Ik zocht het leven, maar ik zocht het leven in de dood. En daar ik, zou ik het leven nooit hebben kunnen vinden. Op een gegeven moment 19 jaar. In, uh, ik ontmoette een, ontmoet een meisje waar ik later mee ben, mee ben getrouwd, maar de liefde die ik thuis nooit heb ontvangen, kon ik ook nooit doorgeven aan dat meisje. Dus dat huwelijk te slaagde na 10, 12 jaar ook niet. Er kwamen nog wel twee zoons uit voort. Mijn zoons, Danny en Ramon. Die zijn nu 21 en 18. En uh, op een gegeven moment viel, valt er een scheiding plaats in mijn leven. Maar dat leven, dat was zo verschrikkelijk. Ik was aan alles verslaafd, wat je eigenlijk maar kunt verzinnen. Behalve drugs. En verder treed ik niet in details. Op een gegeven moment werd het zo erg, dat ik vijf nachten per week was ik weg. S Morgens vroeg thuis. Ik had een drukke zaak. Ik heb een eigen zaak. En op een gegeven moment, s'nachts vijf uur thuis, zes uur thuis, acht uur op de zaak. En het ging me door. Mensen begrepen ook niet dat ik dat volhoudde. Ik zelf ook niet. Vol van drank, s'morgens weer op de zaak en door. En ik had niet in de gaten dat mijn leven heel langzaamaan er echt aan ging. Op een gegeven moment, door de jaren heen, ik werd ouder en ouder. En mijn leven werd alleen maar duisterder en duisterder. Ik werd ongelukkig. Ik had vijf huizen, vier auto's, vier boten aan de stijger. Om het zomaar uit te spreken, ik had het financieel had ik het goed voor elkaar. Maar mijn hart was leeg. Mijn hart was duister. Het was donker van binnen. Ik was een ongelukkig man die eigenlijk alles had. Op een gegeven moment kreeg ik er veel verdriet van, maar ik verdronk mijn verdriet. En ik ging steeds verder. Het nachtleven in. En alles waar je daar tegenkomt, ik hoorde mijn opa nog zeggen: Jongen, alles wat er na twaalf uur op straat loopt, dat deugt niet. Moest ik nog veel aan denken. Hij zegt: 's nachts je op bed te leggen. Die man die heet ook Daniel, daar heet ik na. Een vroom man. En ik keek ook veel naar hem, ik hield wel van mijn opa, maar aan heel zijn geloofsleven gaf ik niks. Want ik zag een zwart pak, ik zag een kerk. Ik zag op zondag een Bijbel en door de week, ik zal niet zeggen dat alles kon, maar ik haatte het. Ik ben blij dat ik nu uit mag spreken dat ik het niet meer haat. En dat ik toch een familie heb gehad die eigenlijk in het woord zocht. Op een gegeven moment kwam er een nacht door alle problemen heen. Ik was 41 jaar, 7 jaar geleden. Ik lag s'nachts op bed vol van feestgedruis. Het kon niet op. En ik kreeg problemen in mijn hoofd. En die nacht lag ik om vier uur op bed. Na dat laatste jaar, zoveel mee heb gemaakt. Mijn bedrijf afgefikt. Ik raakte alles kwijt. Mijn huis waar ik in woonde, alleen, brandde af. En ik lag daar stikkend in bed. Ik vergeet het nooit meer die nacht. Als ik er dan terugdenk, hoor ik alleen nog maar alarm. En de ambulance, waar ik stikkend wakker werd. Die dingen kwamen allemaal boven. Toen ik de Heer in mijn leven kreeg. Maar er ging nog iets aan vooraf. Die nacht dat ik bad, voor de eerste keer, na mijn veertiende... Toen was ik 41 jaar en ik lag s'nachts zo'n 4 uur op bed. En heel mijn leven speelde door mijn hoofd heen. En ik praatte tegen mezelf. Nou jongen, je hebt het goed voor elkaar. Je hebt alles: huizen, auto's, geld, vrienden. Maar ik ben ongelukkig in mijn hart. Ik lag alleen op bed en ik huilde. En voor de eerste keer in mijn leven vouwde ik mijn handen. En ik bad tot hem. Ik zeg: God, als u echt bestaat, wilt u mij helpen? Ik wil een ander leven. Maar dit leven, ik weet niet hoe ik eruit moet komen. Wil u mij helpen? En zoals ik elke nacht ging zingen in tenten. Door heel het land heen, waar ik op het podium stond. Waar ik aan, aanzien had. Daar, daar, daar lag ik dan op dat bed. En ik stond aan de maas, waar ik woonde. Langs het water, een week later. Nadat ik bad, maar mijn leven ging door. En ik kreeg een psalm in mijn hoofd. Psalm 25: Heer, hij maakt mij uw wegen. Vers 2. Wie heeft lust, de Heer, te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Hij zal zelf je leidsman wezen. Leren hoe jij wandelen moet. En ik, ik stond aan de waterkant en ik wou het niet. Ik weg met die psalm uit mijn hoofd. Ik wilde niet, want ik moet vannacht weg. Dat is het enige waar ik aan dacht. Maar die psalm ging door en ik zong hem helemaal uit mijn hoofd. Er ging een half jaar overheen. Ik leefde verder. Maar er vielen dingen af in mijn leven. Ik kreeg spijt. Ik kreeg berouw. Ik ging soms naar de wc. Als er mensen in de buurt waren, die waren bij mij om te eten. Dat ik naar de wc ging. Dat ik gewoon ging bidden voor mijn eten. Al was het maar eerder zegen in deze spijsamen. Want dat had ik geleerd thuis. Dat was het. En ik ging terug. En elke keer vroeg hij ook weer een, waar was je? Ja, ik moest even naar de wc. Maar het ging steeds meer spelen. Op een gegeven moment, een telefoon, vrij nieuwsgierig. WhatsApp, scrollde ik wel eens, kwam ik namen tegen. Toen kwam ik een naam tegen, die ik eigenlijk twintig jaar niet had gesproken. Die had ik ooit een keer opgeslagen. Plaatselijke makelaar bij ons uit Wijkenhaalburg. Normaal noem ik geen naam, maar jullie zullen hem wel kennen. Henk Jan. En ik kijk op zijn app, Jezus is mijn leven. Ik dacht, ja, ja, Jezus is jouw leven. Want ik kon ook Henk kansen leven, maar ik wist niet wat er in zijn leven gebeurd was. Een paar maanden later ging ik met Angelique, die ik in die tijd had ontmoet, waar nu mijn vrouw is, waar ik vijf jaar mee getrouwd ben, die ontmoette ik en wij woonden op een gegeven moment, woonden wij samen. En waar we woonden, daar wouden wij weg. Ik deed een bot op een boerderij, die ik heel graag wou. En Angelique zag het ook wel zitten. Maar ik zat een heel klein bedrag bij dat bot vandaan. Ik dacht, dat komt toch wel goed. En die man gaf niet toe, maar ik ook niet. En ik rijd van de Dam af en ik krijg een ingeving dat ik daar niet moest gaan wonen. Dat ik weg moest uit het Kerkdriel. Ik kijk Angelique aan. Ik zeg, Angelique, wij gaan hier niet wonen. Ze snapte er niks van. Ze zegt, je doet net een bot op die boerderij. Ik zeg, iets zegt dat je hier niet moet gaan wonen. Dus ik rijd terug naar Wijkenaalburg en een dag later zie ik een huis te koop staan. En daar stond te koop bij Henk-Jan. Ik naar zijn kantoor. Ik stap binnen. was overigens een jaar na mijn gebed... Hij ziet mij en hij zegt: Daan, ik zeg Henk. Hij zegt: Hoe is het met jou? Ik zeg: Goed. Hij kijkt me eens aan en zegt: Is het met jou echt goed? Ik zeg: Ja. Hij zegt: Ik denk het niet. Ik zeg: Hoezo niet? Hij zegt: God de Vader wacht op jou, maar jij wil niet. Geloof me, ik zakte echt in twee stukken. Ik, ik zakte in elkaar op een stoel. Ik heb er tweeënhalf uur alleen maar kunnen huilen en kunnen brullen. En daar zag ik een jongen van 41, was hij toen ook of 42, die zijn knieën boog, zijn deur op slot draaide en voor mij ging binnen. Ik wist niet waar ik moest blijven. Ik vond het eigenlijk allemaal maar niks, maar ik brak. En hij was klaar met zijn gebed en ik zag de verbrokenheid in een jongen die ik lang niet had gezien. Ook voor mij. En hij zegt, Daan, als je je zonde wilt beleiden aan de Heer. Hij zegt, buig je knieën en doe het. En ik wou weg en ik had de deurklink vast, maar ik kwam nooit weg. Wat ik toen niet wist, dat de boze trok en de vader trok, maar de vader was sterker. En daar ben ik tot op de dag van vandaag echt eeuwig dankbaar voor. Toen heb ik mijn knieën gebogen en al mijn zonden beleden. En ik kreeg blijdschap in mijn hart. Ik ging blij naar buiten. Ik ging naar huis, waar Angelique zat te wachten. Maar die wist van niks. Ik zeg, hoe moet ik dit haar vertellen? Zij heeft me ontmoet als een gezellige gek. Om het zomaar even makkelijk uit te spreken. En ik kwam thuis aan de etenstafel. Maar ik was blij. En ik dacht, al moet ik haar verliezen. Hoe erg ik het vond. Want ik hield echt van deze vrouw. Ik zeg, ja, wat ik nu heb, wat ik nu voel, wat ik nu ervaar. Dat wil ik nooit meer kwijt. Ik had blijdschap. Het was s'avonds half elf. We zat op de bank en ik vertelde haar wat er die dag gebeurd was en een jaar ervoor dat ik had gebeden wat ik haar ook nooit had verteld. En ik vertelde dat ik mijn knie had gebogen voor de levende God en ze schoot in tranen. En ze praatte niet, lang niet. Ik dacht, was er aan de hand? Ik wou dat ze praatte, maar ik bleef in rust. En een uur later kwam ze tot praat. En toen vertelde ze mij iets wat me heel blij maakte. Dat ze vertelde dat ze als jonge meid met de vriendin samen liederen zong voor de Heer en voor de Heer leefde. En haar vriendin was vertrokken in Mexico naar een Bijbelschool. En Angelique was weer de wereld ingegaan. En ze had ooit gebeden, dat ze mij verteld, dat ze een man mocht ontmoeten die God wou dienen. En toen schoten we samen vol. Toen was er een doopdienst twee weken later. Henk-Jan werd met zijn vrouw gedoopt. En met zijn dochter. En die nodigde ons uit voor een dienst. En wij daar naartoe twee weken later. En in die dienst, daar sprak de voorganger over mijn leven. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt dat gewoon twee uur dat ik op een stoel zat. waar ik eigenlijk weinig meer verweet, maar alleen maar kon huilen en dankbaar kon zijn. Dat het moment was gekomen die week ervoor. En daar zijn we met de voorgangers toen die middag samen naar boven gegaan. want die hadden wel gezien dat hoe verbroken we waren. En daar hebben we nog ook de laatste zonde naar elkaar mogen beleiden. naar de Heer toe. En zo uit vrijheid. En ik mag hier echt staan en ik mag echt getuigen dat de Heer Jezus, waar ik vroeger nooit van gehoord had. want het was alleen God waar we over hoorden of heren. Maar dat de Heer Jezus gestorven is aan het kruis, ook voor mijn zonde. En wat ik hiermee wil zeggen, wat ik in het begin zei, dat de dingen hard zijn. Toen ik tot bekering was gekomen, dat er maar één ding bij mij naar boven kwam. Die haat die ik had naar mijn vader, als ik het woord opensloeg, ging het alleen maar over vergeving. Vergeving van zonde. Vergeef die ander dat ik u ook vergeven kan. Maar ik kon het niet. En ik riep de Heer aan, een half jaar lang. Zeg Heer, help mij alsjeblieft mijn vader te vergeven. Want ik wist dat het weg moest. Maar ik kon niet, want ik dacht alleen maar aan de dingen die hij mij aan had gedaan. Tot ik inzag wat ik hem had aangedaan. En ik las in de Bijbel, en daarom heb ik hier die Bijbel ook leggen, want ik las alleen over vergeving, van als u die anders een zonde vergeeft, kan ik u ook vergeven. Tot ik in Johannes 20 kwam, vers 23. Ik zal het, ik zal het voorlezen, het was de verschijning aan de tien discipelen. En daar staat, toen het nu avond was op de eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden, gesloten waren kwam Jezus en hij stond in hun midden. En hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun handen zien en, en, en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de heren zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mijn gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies zij op hen en zei tegen hen... Ontvang de Heilige Geest. En dan komt vers 23, wat mij zo raakt. En waar ik ook mee naar mijn vader heb kunnen gaan. En die man om vergeving heb kunnen vragen. Daar staat: Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. En als u hem toegerekent, blijven ze hem toegerekend. En dat sprak mij zo erg aan. En hij kwam bij mij op de zaak in zijn scootmobiel. En hij ging zitten. En iemand had mijn getuigenis opgenomen. En daar was ik toen nog boos om, want ik wou, dat niet. ik wou dat niet op YouTube. Het ging om de eer van hem en niet om mijn eer. Maar dat stukje, dat kon ik gebruiken. Ik zeg, pa, ik moet je iets laten zien. Het duurt elf of twaalf minuten. Ik zet het tegen een koffiebeker aan. En ik zeg, ik ga even weg. En ik heb in, in, in de loze bij mij heb ik twaalf minuten zitten bidden. Vader, raak zijn hart aan en help mij om deze man om vergeving te vragen. En ik kom terug en er zat een vader aan de kantine tafel met tranen in zijn ogen. Waar ik nooit geliefde van heb ontvangen. En dat hij nooit had kunnen denken dat ik ooit tot geloof zou komen. Ik zeg, pa, ik heb de Vader om vergeving gevraagd en heb mij vergeven. Geen vergeving voor zonde ontvangen. Door de kruising van de Heer Jezus Christus wil u mij ook vergeven. En hij zei ja. En ik ben dankbaar tot op de dag van vandaag dat ik die man, door de kracht van de Heer, om vergeving heb mogen vragen. En dan wil ik ook oproepen hier in de zaal, als er nog zijn, die nog. Misschien diezelfde soort dingen in hun leven hebben, of met vader of moeder of broers of zusters of familie. Verlaat deze zaal niet dit weekend als er nog vergeving plaats moet vinden in jullie levens. Of in welke zondes dat er ook zijn. De Heer die helpt en de Heer is groot en de Heer is machtig. En ik ken getuigen vanuit mijn eigen leven dat mijn zondes vergeven zijn. Maar wat ik ook ervaar in mijn eigen leven, dat we niet goedkoop zondigen. En er is één ding wat ik toch nog met jullie wil delen. En dat komt altijd, als ik mijn getuigenis mag delen in zoiets, komt het in me voor. Als ik getuig naar, om het zomaar uit te spreken, naar religieuze mensen, die eigenlijk, ja, als je over de Heer Jezus begint, dat je je gelijk afwijzen. En dat heb ik nooit begrepen. En dat is altijd dat ze terugwijzen. En daar wil ik eigenlijk alleen maar mee uitleggen van dat je zonden vergeven zijn als je een kind, een kind van de Heer bent, maar dat je niet goedkoop gezondigd hebt. En dat staat in. Uh, en misschien kunnen je daar, daarmee opzoeken. Er staat in twee samen wel. Twee samen, wel twaalf als ik het goed heb. Ja. En wat mij altijd treft in dat, in dat stuk dat ik zeg: de zonden zijn vergeven. David was een kind Gods. Maar David beging de zonde. Zijn zonden werden vergeven, maar hij zondigde niet goedkoop. Er werd ook gezegd dat het zwaard niet zou wijken van zijn huis tot in eeuwigheid. En David moest ook kinderen verliezen. Maar wat mij het hardste trof. Dat is het stukje. Toen ging Nathan naar zijn huis. over 2 Samuel 12, vers 15. Toen ging Nathan naar zijn huis. En de Heere trof het kind. Dat de vrouw van Uria David gebaard had. Zodat het ongeneeslijk ziek werd. En daar komt het stukje wat mij zo ontzettend raakte. David zocht God voor het jongetje. David vast en streng. En toen hij naar binnen ging om te overnachten, ging hij op de grond liggen. En daar moest ik aan denken van, als we zondigen, zondigen we niet goedkoop. Maar het mooie vind ik uit dit stukje, dat David een kind van God was. En dat hij zondigde, maar dat hij die andere verbrokenheid kreeg naar die ander. En dat hij David zocht voor het jongetje. En ik dank echt de Heer dat, dat ik in mijn leven, dat de Heer, mij de kracht geeft. De verheerlijking van hem grote naam dat we de Heer mogen zoeken voor onze families, voor onze kinderen, voor onze neven, voor onze nichten, ooms en tantes. En dat we, ja, zoals gisteren ook, de woorden die hier op haartrij zijn gesproken door onze broeders, dat we, dat, we onze vader, dat we onze vader moeten zoeken en dat we goed eindigen. Het is ook een verlangen in mijn hart dat, ook, dat ik ook zelf ook goed zal eindigen. Dat alles overboord zal gaan wat niet van de Heer is. Want aanvechtingen houden we altijd. Want die Satan gaat rond als een briezende leeuw. Maar één, één ding heb, heb ik mogen leren. Dat hij koning is. En dat hij mij heeft getrokken uit het Rijk der Duizenden. En heeft geplaatst in zijn wonderbaar licht. En er is niks in de wereld. En ik moest er vanmiddag nog aan denken. Hoe vast ik heb gezeten aan materialisme. En soms heb ik daar nog wel eens last van. Dan moet ik nog alles beleiden aan de Heer. Maar als ik mijn Bijbel hier in de hand heb. En ik heb het nog van een broeder vanmiddag nog beleid. Als ik al mijn materialen bij elkaar pak. En deze Bijbel in deze hand. Het woord van God. En ik kijk naar al mijn materialen en ik zou moet, al mijn materialen af moeten staan en het woord van God mogen behouden. Dan mag ik zeggen uit genade dat ik dit zal behouden. Dit wou ik met jullie delen. Amen.